heren. Hallo. Goeie. Dit is de Nightmare Podcast. Mijn naam is Eli. En ik heb hier twee fantastische gasten bij me. De makers van de Anthem Generation Nightmare. Restraint. En Neophyte. Jongens, hoe is het? Bij mij goed. Ja, bij mij goed. Ja, het gaat top. Weekend overleefd? Ja, nog net. Ja? Nee, het was een heel tof weekend met veel mooie momenten. En nu zijn we weer terug in de normale wereld in plaats van de festivalweekend. Decibel, ja. Hè, moet ik er even bij zeggen. Decibel. Decibel, maar dat, ja. Supersets gedraaid. Dankjewel. Nee, dat vraag ik. Ik heb jullie niet gezien namelijk. Nee, het was echt heel tof. Ja, zo'n 6:30 buiten. En, veld, natuurlijk een lekker zonnetje. Was goed. Ja. Goede sfeer. Mooi. Nou, jullie staan allebei op de Nightmare. Jullie hebben ook de anthems gemaakt. Voor jou is het waarschijnlijk de zoveelste. Nou, zoveelste. Voor mij aan mijn hoofd de derde. De zoveelste. Ja, nee, ik heb eentje gemaakt met Jim, de player. En eentje met Max van de Stunt Guys. Ja. 2018 met Max, de Soul Collector, en met Jim, voor mij 2009, maar dat weet ik niet zeker meer. En nu in 2024 weer. Ja. Dus ja, dat is heel apart en een eer. Ja. Voor jou is het waarschijnlijk de eerste? Ja, het is mijn eerste officiële anthem inderdaad, die ik mogen verzorgen als Restraint. En het was voor mij een hele eer om dat te mogen doen, maar ook een hele enorme uitdaging tegelijkertijd. Dus, maar ik ben heel blij met het eindresultaat. En we hebben echt een coole combinatie kunnen neerzetten van zowel de oude vertrouwde sound als de moderne vibe en modern jasje van de hardcore. Ja. Maar wel echt de underground sound met een vleugje mainstream, maar wel echt gewoon stoer. Een track met ballen neergezet en de respons is echt heel tof. Daar ben ik echt heel blij mee. Ja, het is ook nu live. Ja. Eigenlijk. En het is nu 5 dagen na de release online. Ja. Op YouTube, en we zitten nu op het moment op 104k views, dus dat is echt heel goed. Ja. Ja. Dus daar zijn we wel blij mee. Ja, dus, veel interactie, ook respons, ook gewoon dagelijkse berichtjes van fans, ook op Decibel, weet je wel, die naar je toe komen van, hey, ik ben echt blij dat jullie gewoon de hardcore nog op deze manier neerzetten. En echt, ja, weet je wel. Nee, maar dat gewoon een low blow. Is dat een low blow? Nee, maar gewoon dat de scene gewoon deze track gelukkig heel erg omarmt. Dat is eigenlijk wat ik bedoel te zeggen. Wat betekent Nightmare nou voor jullie? Want het is best wel een feest. Het is sowieso een Rotterdams feest. We hebben hier een Schiedammer. Schiedammer. Wat ook gewoon eigen Rotterdam is. Dus dat komt een beetje op hetzelfde neer. Wat is voor jou, wat is voor jou een Nightmare feest? Jeroen. Voor mij? Ja. Ja man, dat gaat diep wel voor mij natuurlijk, omdat ik al heel lang daarin zit eigenlijk. En het op heel veel verschillende manieren meegemaakt. Eerst als bezoeker gewoon eigenlijk. We gingen in 1993 eigenlijk, gingen we met een hele groepje uit Schiedam eigenlijk daar naartoe. Ja. Energie al, weet je wel. En dat was eigenlijk, ja, dat was zo'n beleving. Ja. Met een mannetje of 20, 25 uit onze buurt, weet je wel. En toen waren we net begonnen met Neophyte ook, weet je wel. Dus we waren net een beetje, via Paul hadden we ons eerste plaatje uitgebracht, maar we hadden daar nog niet opgetreden. We kwamen daar echt ook als bezoeker. En toen hoopten we wel dat we daar konden staan. En toen de volgende Nijmegen, 95 Nijmegen 4, toen mochten we optreden live. Ja. Dus het was een hele lange, steeds een catwalk, weet ik nog. Was jullie eerste plaatje wel gedraaid op die eerste Nightmare waar je was? Ja, ja? Ja, die is gedraaid, ja, door Paul. En Michel de Heij draaide hem zelfs nog. Dus dat, ja, dat klopt. En dan sta je in het publiek? Ja, dat is echt, ja, ja. Heel, hele happening. Ja. Hele happening of? Happening, of maar ook heel zo van, ja yeah, man, we hebben het gedaan, weet je wel. Dus ja. Ook een beetje ja, trots op mijn plaat, ja. Weet je wel. En, maar het is wel heel raar dat je zeg maar eerst tussen de mensen stond en dan sta je op dat podium. En je weet eigenlijk wat die mensen voelen en je kan het dan goed. Ja, was wat tof. Was inderdaad Nightmare 4, wat ik zeg. En toen waren we heel nerveus, dat wel. Het was ons tweede optreden pas of zo, ooit.
En maar, ja. Ik weet er nog wel veel van eigenlijk, ook zelfs van die avond. Eigenlijk daarna pas zijn we echt wat, ja, zijn we bekend geworden. Ja. Maar die avond was wel heel, heel speciaal. Ja. Dus dat was 94. Ja. Oké. Okay. Terrence, voor toen jou. Was ik 2, dus dat is wel een tijdje terug. Ja, voor mij is dat op een hele andere manier begonnen, maar ook voor mij wel een speciaal verhaallijntje, zeg maar. Ik was, wat is dat geweest? Ik zat in, denk ik, in de tweede klas, denk ik, toen leerde ik hardcore echt goed kennen. Als ik denk, jaartje 13, 14. Toen ben ik naar zo'n cd-winkel gegaan, dat kan je nu bijna niet meer voorstellen. Dat was met de Free Record Shop of zo. En daar kocht ik gewoon Nightmare Rotterdam, Welcome to Wonderland. Dus daar heb ik een cd gekocht. En die heb ik helemaal grijs gedraaid. En die heeft hij dus ook gemixt, samen met Panic. Ja. Dus Panic en Nieuwe Fight hadden gemixt. Ja, die cd die heb ik dus gisteravond even opgezocht. En die heb ik gewoon bij me. En dat is zeg maar dit thema was dat. Dus ja, die zou jij nog wel herkennen. Dit exemplaar. Er staan ook echt tracks op die ik veel te vaak heb gedraaid. Die ik eigenlijk nog een keer moet editen of wat dan ook. Tracks van jou en gewoon van alle legacy namen van Nightmare. Dus daar is Nightmare voor mij echt begonnen eigenlijk, 2006, 2007, een van die twee jaren. Dus voor mij ja, begon toen de kennismaking met ja, nog, ja, moet ik zeggen, stoerdere hardcore of zo. Want ik was toen natuurlijk nieuw in de scene en een ontdekkingstocht was het voor mij toen. En toen ik eigenlijk echt naar feesten kon, toen was het niet meer mogelijk om naar Nightmare te gaan. Want toen was het eigenlijk eventjes tijdelijk gestopt. 2009 als ik het goed zeg. Nou, nee, maar tijdelijk dat het feest gewoon even, ja, niet meer was, weet je wel. Dus 14 jaar. Dat is, oh, nou, ja, goed, maar goed. Weet je, voor mij is dat even 14 jaar. Dus ja, toen ik op een gegeven moment weer meer ja, in de hardcore rolde, toen kwam ik erachter eigenlijk waar die sound voor stond en dan ga je helemaal in verdiepen. Dus ja, voor mij is het nu echt wel heel bijzonder dat ik ook voor heb gestaan en dan dit jaar gewoon het end te maken als Restrain. Dat is voor mij, ja, daar ben ik heel blij mee. Dus dat is eigenlijk mijn, mijn link naar Nightmare van of 2007 ongeveer, 2006. Hoe ik eigenlijk kwam met Nightmare. Ja. Dus. En dan worden jullie gebeld dan door een organisatie en dan, willen jullie een anthem maken voor het feest? Wie van jullie is eerst benaderd of gebeld? Ik ben inderdaad of ik dat anthem gecheckt of je wilde maken. En ik dacht, ik wil het wel doen, maar ik wil wel dat doen samen met zo iemand van de nieuwe generatie, zeg maar. Voor twee dingen. Eerst om die nieuwe generatie bij te betrekken, maar ook zeg maar, qua input van sound en muziek en zo. Want ik, ja, weet je, anders wordt toch te veel mijn ding weer of visie en daarom heb ik zijn we samen gaan doen en ja dat ging eigenlijk gelijk goed ja toch? Zeker weet je ik vond het heel tof toen jij het met me deelde van hey zullen wij dat en samen doen dan ja, tuurlijk weet je voor mij ook gelijk te veel ideeën. Dus ik ben gelijk eigenlijk helemaal in het thema gedoken van vroeger. Ja. Want voor mij was het natuurlijk even, ja, ik noem het niet inleren, maar even helemaal in die sound van vroeger. En ik heb ook een playlist aangemaakt op Spotify met 10, 15 nummers. Van Paul's Nightmare tot de Soul Collective voor jou. Tot allemaal sounds waardoor ik helemaal in dat thema gezogen werd. En toen heb ik inspiratie gedeeld op me genomen. En Jeroen zeg maar, had gelijk ideeën van bij de vocal chops en de Rotterdam Nightmare thema en allemaal dat soort dingen. Toen maakte ik eerst een hele andere melodielijn als dat ik eigenlijk uiteindelijk, als het er tegenwoordig is, iets te festival was dat, de eerste. Ja, ik vond het iets te zomers. Ja, te zomers. Ik heb wel iets met Nightmare, dat is wel een hele specifiek gevoel en sound. Ja, dat is een hal voor mij, weet je wel. Een duistere, maar wel sterk, krachtige sound. En niet blij, laat ik zo zeggen. Nee, ik zat een beetje tegen het randje van de blije kant aan met wat akkoorden en wat meer rust en zo. Ja. Toen dacht ik ook even terug naar de tekentafel. Die week daarna, weet je, na 6 uur. Toen hebben we even akkoord hebben we eigenlijk neergezet. Ja. Ja, precies, die drie noten. Als onderlaag. En daar hebben we toen eigenlijk ja, klopt. Ja. Inderdaad, eigenlijk gesimplificeerd, maar over niet. Ja. Dus maar de wat donkere kant opgezocht. Dat is voor mij ook een uitdaging, want ik ben nog al snel van de feel-good kant.
Maar ik hou ook wel van de donkere kant. Het moet niet te underground worden. Dus uiteindelijk had ik een melodielijn en die viel in mijn studio op zijn plek. Toen ben ik naar jouw studio gekomen. En toen hebben we weer die voor dingen die jij al staan. En toen hadden we een kick. En die werkte niet. En toen hadden we nog een keer. Ja, en toen daar hebben we echt mee gestoerd. En, en toen hadden we hem. Ja. Weet je wel? Dus ja, want hij moest niet te hard zijn, weet je. Net, dat, ook niet te. Ja, hoe moet het uitleggen? Niet te lang. Maar echt zo'n halve. Pof, pof. En die, ja, die mid. Ja, die zit er nu wel in. Ja. Ja. Met vocals. Female vocals. Spoken word. Uit de ding van het hele complete thema die we aangedragen hebben van de organisatie. Van, hey. En hebben we wel alles samen wel een maandje of twee over gedaan. Over de ja, wel was wel echt even hard werken inderdaad. Maar dat hoort er natuurlijk bij. Maar het was echt inderdaad zo mega veel tijd in de details en de afronding. Ook zeg maar bewust het originele sampletje gepakt van die Paul Nightmare. Weet je, Paul's Nightmare. Mm-hmm. Die, ja, die typische Nightmare sound. Ja. En die dan op een andere manier weer verwerkt in een track. Als een soort ode aan de original Nightmare sound, hoe het begonnen is. Dat is echt originele sample. Die heb ik gewoon van Paul gekregen, zeg maar, als losse één aanslag. Dus dan krijg je het al wat meer draagvlak ook voor de oudere generatie. Want dat vond ik zelf wel belangrijk, dat dat ook heel erg naar voren kwam met Anthem. Jeroen natuurlijk ook, maar ik ook als nieuwe generatie guy van, nee, we doen het gewoon heel breed, maar wel ja, als één team, zeg maar, oud en nieuw gecombineerd. Dus ja. Generation Nightmare. Ja, dus, ja want je deed net dat... Ik merk echt dat dat altijd wel een beetje terugkomt in de end van de Nightmare. Is dat de bedoeling? Ja, nee, je hebt die en je hebt natuurlijk... Die hebben we niet gebruikt. Nee. Maar is het wel een... Vinden jullie dat dat hoort? Dat, is dat echt een Nightmare melodie, sound, vibe wat er echt in hoort? Of, nou, het hoort niet, weet je. Ik vind wel met muziek heb je geen regels. Nee, alles is open. Ja. Maar hier past het gewoon heel, heel goed bij. Ja. Het was ook heel lang niet gebruikt. En ik merk zelf wel, ik heb heel snel, dat hebben wij allemaal wel van de oude generatie. Oh, dat moeten we niet doen, want dat is alles gebruikt. Ja, maar de precies. Nieuwe generatie heeft dat misschien nog nooit gehoord. Ja, klopt. En dat merken we nu heel erg. En ja, weet je, het is niet erg om dat weer te persoonlijk vind ik het heel mooi, want het is gewoon iets herkenbaars. En ja, precies. Een soort trademark wat gewoon weer terugkomt, weet je wel. Dus ik vind het wel... Het is ook altijd wel stoer en zo, ja. Dus dat is wel tof. En wat het mooie is aan deze tijd, is natuurlijk als je een oude sound pakt en je gebruikt dat in bijvoorbeeld, in ons geval Cubase als programma, dan mix je het in een nieuw jasje. Dus je hebt de oude sound, maar de nieuwe klankkleur en kwaliteit, om maar even makkelijk te zeggen, gewoon van nu. Ja. Dus je hebt dan al een combinatie van oud en nieuw als je een oude sound pakt. En dat vind ik het mooie aan oude invloeden pakken van vroeger, of samples van... Van de Amiga of wat dan ook, weet je wel, hele typische dingen. Het wordt altijd unieker, omdat het moderner gemaakt wordt. Ja, maar je houdt wel die oude sound. Dus je maakt een combinatie die je vroeger eigenlijk niet kon, omdat de programma's niet zo modern waren. Nee. Dus die Generation Nightmare, dat thema komt dan weer heel erg mooi samen. Dus dat is in ons track ook gewoon in onze ogen goed gelukt. En ik merk ook dat er heel veel goede reacties op komen nog steeds. Dus dat is echt top. Ja. Echt heel blij mee, ja. Speaking about Generation Nightmare, hoe komen jullie op de titel? Ja, die had ik eigenlijk ineens, het was een soort van ping moment, wat ik vaak heb met titels, ik ben er best wel goed in, eerlijk gezegd, in taal en dat soort dingetjes verzinnen. Het kwam eigenlijk uit de tekst die we hadden gehad van de organisatie, eigenlijk een tekst over het concept voor dit jaar. Ja. Het ging ook heel erg over de generatie grappers in Rotterdam en het oude en het nieuwe. Ik dacht van ja, we moeten iets krachtigs hebben in twee woorden, wat dat samenvat. Dus die hele oude generatie van 93 zelfs tot aan nu in 2024, Generation Nightmare. Ja. Dus dat kan, ja, dat is één generatie, wat verschillende generaties zijn, maar alles samengevat in één gevoel. Ja. Is dat een beetje duidelijk of ga ik nu heel... Spot-on. Omdat het een klein intake op het thema. Ik vond het zelf persoonlijk heel belangrijk dat het woord Nightmare erin zat. Ja. Dus daar waren wij aan het stoeien ook vanochtend. Want we hebben best wel een aantal weken is over nagedacht. Hè. De titel is niet zo van we hebben hem... Nee. Maar hij kan ineens oppoppen. Toen kom jij in één keer met het woordje Generation. Ja, dat je toevoegt op het thema Nightmare. En toen voegt hij gelijk op zijn plek. Ja, ja. Dus dat is die... Ja, dat heb je gewoon soms. Is het ineens daar? Ja. Dus, en toen ook visueel gemaakt op het artwork. Oh, ja.
En toen even laten bezinken en toen na een uur dacht ik, fuck it, dit in. Ja, een uurtje maar, laat het bezinken. Nee, maar op een gegeven moment dan weet je dat het mis, zeg maar. Dus dan, ja, klopt. Was hij, ja, toen mooie, was hij eigenlijk af. Het is een mooie, stoere, duidelijke titel, ja, gewoon, weet je. Kort en krachtig ook. Ja, precies. Niet ingewikkeld. Ja, en anders dan de rest best wel. Weet je, ja, geen bloed, geen dood, geen... Nee, dat willen we ook even niet doen. Ja. Wel een hint daarnaartoe, maar niet echt één op één. Ja. Nee. wat is de magie van alle Nightmare Anthems? Want het blijkt dus dat alle Nightmare Anthems hits zijn geworden. Wat is de truc daarin? Hoe komt dat? Nee, ik denk dat ik het wel een klein beetje kan verklaren. Er is natuurlijk een hele lange historie van muziek uit deze stad, uit Rotterdam. En dat gaat helemaal terug naar Rotterdam Records in 1991 eigenlijk. Mm-hmm. Er is zoveel muziek gemaakt, er zijn zoveel goede hits gemaakt. We kunnen eigenlijk kiezen uit heel veel inspiratie met daar nieuwe invloeden in. En ik denk ook dat er artiesten en producers uit Rotterdam best wel dingen durven doen, creatief durven zijn, maar wel goed aanvoelen wat de mensen willen. En ik denk dat we daar ook soms een beetje te bescheiden in zijn, weet je, maar dat we dat best wel een keer mogen zeggen. Ik denk dat het daar vandaan komt. En dat, ja, ook op muziekvlak en in de studio's zijn we allemaal best wel werkers, ja, allemaal. Dus wij gaan er echt voor om iets goeds neer te zetten. En wij laten ons niet zo snel met iets makkelijks afschepen bij onszelf. Ik denk dat het daar vandaan komt. Ja. Passie. Ja, en een beetje ook bij je eigen ding blijven misschien. Ja, dat sowieso. Ja. En toch een tikje meer underground dan gemiddeld, maar op een goede manier, dus niet... Ja, dat denk ik ook. Ik vond vroeger altijd stoere tracks, ik als luisteraar, want zo is voor iedereen begonnen, ook voor mij, weet je. Van de Anthems waren altijd gewoon heel interessant om naar te luisteren qua thema. Het boeit. Ja. En het is niet een anthem die zomaar gemaakt is. Er is echt heel erg over nagedacht. Het is in principe het doel van ieder anthem, denk ik, als je het moet gaan maken. Maar met het woord Nightmare kan je net iets dieper gaan, omdat er echt met Nightmare, iedereen heeft een ander soort Nightmare. Dus ja, dan kan je met elke keer een thema, kan je daar een toffe invalshoek krijgen. En ook qua sounddesign kan je daar gewoon toffe dingen mee doen. Ja. Dat hoorde ik vroeger altijd al terug. Ja, je hebt gewoon een paar feesten, weet je, waar je echt heel goed enthousiast voor kan maken. Nightmare, Thunderdome, dat zijn dingen die staan en waar je iets bij voelt, weet je wel. Als producer, maar ook als bezoeker. En dan is het voor een artiest, producer, /DJ makkelijker om daar een gevoel in te leggen dan een van de feest wat wij er heel veel van hebben en waar dus ook enter voor gemaakt worden, maar die ze blijven hangen. Ja. Ik denk dat het de kracht is van het, van het gevoel bij een event. Terug naar de jaren 90, ik denk begin 90 ergens, of mid 90. Neophyte heeft aardig wat... Oh jee, wat gaan we nu krijgen? Ja, nu gaan we het krijgen. Je hebt, zoals we hebben besproken, je hebt eerder anthems gemaakt voor de Nightmare. Hoe was het om vroeger een track te maken vergeleken met nu? Nou, het eerste anthem heb ik pas gemaakt in 2008 natuurlijk. Dus toen waren we al een stuk verder met ontwikkelingen in de studio. En ook ik zelf als producer. Dus toen was het eigenlijk best wel te vergelijken met nu al. Hè? Zeg maar qua level van productiemogelijkheden. Samenwerken met bijvoorbeeld een Jim de Player. Hmm. Weet je, dat was al heel anders dan echt in de 90's. Toen waren we heel anders dan nu. Ja. Meer rock echt. En gewoon fuck it, weet je. We zien wat er gebeurt, wat we doen. En toen hadden we ook niet zo heel veel, hoe zeg je dat? Studio's, heel zoals nu. Dus het klonk toen allemaal wat simpeler, recht toe, recht aan. Wat nu eigenlijk weer een beetje terugkomt, die sound. Maar het was toen ook, ik weet het niet. Heel anders dan nu. Ja, dan ga ik hem anders stellen. Ja. Hoe bereidde je voor in de jaren 90 in de eerste paar Nightmares vergeleken bij een set van nu? Als je moet draaien. Met heel veel alcohol toen. Ja, want waren we zo nerveus en zo. En zo, wow, shit. Hoe moet het? Ja. En toen was het ook feest natuurlijk. Iedereen
deed wel iets dronken en andere dingen. En ja, hoe bereid zo eigenlijk gewoon met alleen maar feesten en zoveel mogelijk. Niet hoeven denken aan de set in elk geval. Weet je, en als we dat eenmaal stonden, dan ging het los. Dan deden we alles op intuïtie en gevoel. En nu is het natuurlijk wel wat veranderd. Anders had ik er niet meer gezeten nu. Het gaat nu al wat serieuzer allemaal. Ook backstage is alles wel veranderd en professioneler geworden. En moet je ook een beetje oppassen met wat je zegt of doet natuurlijk online. Weet je wel. Bepaalde tekst kunnen... Nou, zou ik nog wel een keer willen maken, mel houden of zo. Maar ja, het is een andere tijd. Dus ja, de dingen zijn wel veranderd. Wat serieuzer. Ook wat, hoe zeg je dat? Wat voorzichtiger zijn de meeste mensen in de hardcore scene. Ja. Zelfs in de hardcore scene? Ja, dat denk ik wel, ja. De artiesten. Ja, de artiesten. Het publiek. Het publiek is nog steeds hetzelfde. Als ik wel kijk, dan is hij hetzelfde. Maar ja, je hebt nu dit, weet je wel. Veel mensen heel vervelend, denk ik. Ja. Voor je weet iets online of zo. Ja, ja. Je hoeft maar één keer te vallen tegen een boom aan. Ja, of andere dingen te doen. Je wordt verkeerd valt en het staat groot online of zo. Dus dat is wel een heel groot verschil. En dat zie je ook wel terug in de beleving. En ook in muziek, denk ik. In de begintijd van de hardcore, ja, dat weet je ook op Rotterdam Records. Wat er toen werd gemaakt qua teksten. En dat zie je nu wat minder natuurlijk. Ja. Ja. Doen we die anthem... Ja? Dat moet weer terugkomen. Eigenlijk wel, hè? Ja. Ja. Mobieltjes weg. Dus eigenlijk mobieltjes nee, gewoon weg. Ja, en gewoon, ja. Nou, ik vind dat dat sowieso moet. Weet je, dat mobieloze zones. Nou, moet is een groot verhaal, maar ja. Ik denk dat je als bezoeker ook meer meemaakt als je je mobieltje gewoon in je zak houdt. Ja, ja. En dat je dan en gewoon losgaat. Ja, kluisje, maar dan heb je wel aardig wat kluisjes nodig, denk ik. Ja, er zijn er wel veel. Maar inderdaad, dan heb je weer meer de samenhorigheid, omdat je ook meer elkaar... Misschien spreekt in de zaal of meer van geniet van de show en mensen feest. Had ik wel op de vorige Nightmare, dus vorig jaar, weet je wel, keek wel in het publiek en zag ik heel veel jonge mensen, man. Dat was echt tof. Ja, die helemaal los gingen op muziek van uit 1996. Ik denk van, dus voor mij is het heel apart, weet je, hoe dat dan... Ja, dus logisch, te horen ze online. Maar het is wel heel leuk. En toch zie je dan aan die mensen, die beleving is hetzelfde als toen. Zeg maar, weet je, als dat voor de eerste keer dan hoor in zo'n grote hal. Dus het is niet helemaal weg of zo, weet je, maar ja, het wordt allemaal zo gereguleerd. Ja, het is inderdaad wel mooi om een hele nieuwe generatie te zien opkomen. Dat was echt heel opvallend. Ik dacht, yes man, dat is echt... En ook echt ik haal het woord oud, maar de eerdere muziek te omarmen... Eigenlijk, weet je wel, want je ziet ze echt losgaan op early rave en op millennium. Dacht eigenlijk dat weer terug zou komen. Ja. Niet op deze manier, nee. Alleen maar een goede zaak. Precies, maar voor hen is het allemaal nieuw, hè? Ja, ja, ja. En wat goed is goed. Dat is echt heel... zou je denken, toch? Ja. Ja. 5 oktober. Wat kunnen we van jullie verwachten? Wat gaat er gebeuren? Ja. Ja, er gaan heel veel toffe dingen gebeuren en er gaan natuurlijk veel voorbereidingen zitten. Ja, dat gaan we nog allemaal, voorbereiden. Ik heb zelf natuurlijk al een idee bij Jeroen ook al natuurlijk. Ja, ja. Uiteraard zoals vaker, maar de combinatie van de oude sound en de nieuwe sound. Eigenlijk wat Generation 9 me ook inhoudt. Maar ik wil ook gewoon een aantal specials nog proberen te maken. Misschien zelfs een bootleg, maar niet... Ja, wel wat bij 9 me aansluit. Maar ook weer niet... te veel in een hokje. Dus ja, ik denk dat je gewoon heel allround een set kan verwachten. En ook niet... Je moet vooral komen, denk ik. Vooral erbij zijn. Ja. En dat, want dat wil je niet missen. Dat weet ik nu al. Ja. En gaan jullie ook... dansen? Ga je dansen? Nee, ga je hakken? Kennen jullie hakken? Dan pak ik hem wel mijn mobieltje. Het kan gewoon, hè? Nee. Het kan gewoon. Jullie mogen gewoon hakken. Ik haal jullie naar voren. Ik spring een paar keer on stage. Ik ben precies. Nee, we gaan gewoon een feestje bouwen met z'n allen. Is er nog iets wat jullie kwijt willen aan het publiek of aan de mensen, luisteraars thuis? Ja,
ik heb niet zo snel een anekdote of weet ik veel wat. Oh ja, die heb ik wel genoeg. Maar de los zou ik zeggen. Nee. Misschien voor de volgende. This is your moment. Ja, ik denk gewoon vooral dat ik heel blij ben met hoe de support de laatste tijd is. Ja, voor mijzelf gesproken. Dat is inderdaad zo. Voor de sound die ik of die wij neerzetten. Voor mezelf gesproken ben ik gewoon blij met de sound, hoe die gewaardeerd wordt. En met open armen ontvangen wordt. In de meeste gevallen. En ja, daar ben ik gewoon heel blij mee. En dat geeft me alleen maar meer energie om door te gaan. Doet ons goed. En ja, zeker. En er komt heel veel nieuwe muziek aan. De nieuwe hierna is natuurlijk waar jij de vocalen van gedaan hebt, de remix. Dus er komt heel veel nieuwe muziek aan. Ik weet niet over welke track het is. Smell and Face. Oh joh! Dus en voor de rest heel veel nieuwe shizzle. Dus, maar laten we het thema op Generation 9 houden in plaats van al mijn nieuwe tracks uit liggen. Maar ik ben nog gewoon, er komt gewoon veel nieuw. Alles promoten, jongen. Alles promoten, ja. Now is the time. Now is the time. Ja. Ja, en een nieuwe samenwerking met Karoen komt eind september. En dan is begin oktober alweer Nightmare. En dan draai ik ook van alles en nog wat nieuw is. Dus dat... Ik wil jullie bedanken dat jullie even hier op de bank willen komen zitten met ons. Geen probleem. Neophyte Restraint. Anthem Marcus. Stream die shit kapot. We moeten gewoon naar de miljoenen views. Generation Nightmare. Zie jullie op het feest. Doei. Yes, tot daar. Yo.